Nederland en water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bijna een derde van ons land ligt onder de zeespiegel. Voor elke meter land is gevochten. En om de veiligheid van Nederland te garanderen, moeten we blijven vechten tegen het stijgende waterpeil. De eerste Nederlanders die zijn in een moeras gaan wonen en die zijn daar terpen gaan bouwen. En sinds de 16e eeuw zijn we eigenlijk massaal grote dammen en dijken gaan bouwen, grote gemalen. We hebben nu een systeem met 3800 kilometer aan primaire keringen, noemen wij dat. En als er bijvoorbeeld in de Randstad een dijk zou doorbreken, ga je toch richting de 100 miljard schade, duizenden dodelijke slachtoffers. Dus dat is echt iets wat we willen voorkomen. Om geen natte voeten te krijgen is het Hoogwaterbeschermingsprogramma opgericht. Dit is een alliantie van de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat. Samen werken zij aan de grootste dijkversterkingsopgave sinds de Deltawerken. 1300 kilometer dijken en 500 sluizen en gemalen worden de komende 30 jaar versterkt. In 2050 voldoen al deze primaire keringen weer aan de wettelijke normen. Heijmans speelt hier een grote rol in. Ja, mijn persoonlijke drive om hier te werken is enerzijds de locatie. We zitten hier aan het Wad. Het is een primaire kering, dus eigenlijk voor de veiligheid van Nederland aan het werk. Ja, mooier kun je het niet hebben, denk ik. Veelomvattend zou je kunnen zeggen dat we werken aan de primaire veiligheid voor de inwoners van Nederland. Wat we ook doen is het beschikbaar en bereikbaar houden van het land door de waterwegen open te houden. Natte infra is belangrijk. Het komt ook terug in meerdere disciplines. Dus het heeft een integrale positie binnen het bedrijf en het is een belangrijk focuspunt. Nou, ik denk wel dat we in Nederland voorop lopen op het gebied van innovatie. Omdat veel nieuwe maatregelen op het gebied van hoogwaterbescherming en waterbeheer worden hier ook in de praktijk gebouwd. Ja, de grote opgaven voor Nederland zijn het versterken van de dijken en keringen. Maar ook aan de sluizen moet een hele hoop gebeuren. En dat zijn de projecten die nu lopen. En naar de toekomst toe, met scherpere veiligheidseisen aan de keringen en de zeespiegelstijging, krijgen we steeds meer van zulke soort projecten. Wilhelminasluis in Zaandam. Dat is een van onze natte infrawerken. Daarin bouwen we eigenlijk een nieuwe sluis. En het bijzondere hiervan is eigenlijk dat we die bouwen op de oude sluis. Naast dat dit werk mooi aansluit bij de strategie van Heijmans, is het ook nog zo dat dit werk eigenlijk alles omvat wat Heijmans in huis heeft. Het gaat over het bouwen van een complexe bouwopgave, bouwen op een postzegel met een omgevingscomponent en een integrale opgave samen met de klant, leveranciers en ondernemers. Dat maakt voor mij persoonlijk nou juist wel het werk juist interessant maakt. Ja, waar we hier zijn is eigenlijk de oude situatie, zoals de dijk afgetest is. Je ziet hier eigenlijk allemaal scheuren die erin zitten. Nou, het gras groeit er al doorheen. Dus je kunt je eigenlijk wel voorstellen al dat het zijn beste tijd gehad heeft. Ja. We zitten hier in een gebied waar in Groningen en Friesland ruim beneden de zeespiegel zit. Dus ja, iedere overstroming zou zo'n groot gebied onder water zetten. Er moest met spoed gewoon iets gebeuren aan deze dijk. Nou, de veerbuffers zorgen ervoor dat het laatste stukje, als de deur in of uitschuift, dat klap eigenlijk opgevangen wordt. Nou, die veerbuffers zijn hier hartstikke oud en versleten en die worden gereviseerd. In ieder geval 4 van de 10. Die andere 6 die zullen in het nieuwe contract aangepakt worden. Maar je ziet dat de stenen met een hol en een dol in elkaar zitten, waardoor de stenen onderling van elkaar kunnen bewegen en eventuele zettingen en bewegingen van de dijk kunnen opvangen. Onze visie als Heijmans is om hier ook te werken aan een gezonde leefomgeving. En dat doen we hier ook door te verslimmen. Als je kijkt naar verslimmen, zijn wij bezig om sensoren op te hangen, zodat we steeds sneller en efficiënter dingen kunnen vervangen en op de juiste momenten onderhoudsinterventie kunnen plegen. Mensen in het buitenland die kijken wel eens naar ons, hoe houden jullie droge voeten? Ik denk dat er geen reden is tot paniek. Hè? In Nederland zeggen we wel eens, we zijn niet wereldkampioen voetbal, maar wel wereldkampioen in waterbeheer, waterkeren. Maar ja,
dat komt niet vanzelf. Dus daar moeten we echt aan blijven werken en in blijven investeren.